Wow, leuk dat je weer kijkt naar Voetbaltakt. We spreken de week aan de hand van drie stellingen met twee journalisten. En deze week zijn de journalisten Jeroen Elsoff, commentator van NOS Studiosport. En Sjoerd Moussou, columnist en journalist van het Algemeen Dagblad. Mannen, welkom. Dankjewel. Jeroen, welkom ook. Laten we beginnen met de eerste stelling. En dan begin ik gelijk bij jou, Jeroen. Terreur bedreigt het EK voetbal. Ja, dat lijkt me een intikker. Dat is natuurlijk na alles wat er gebeurd is in Parijs zeker zo. En na alles wat er gebeurd is in bijvoorbeeld Hannover. Het is duidelijk dat terroristen zoeken naar mensen die in grote groepen samenkomen. En komende zomer met al die wedstrijden. Ik las in de krant vanmorgen 2,5 miljoen mensen bij elkaar. Ja, lijkt dat me een bedreiging voor het Europees kampioenschap voetbal. Veel mensen bij elkaar in een korte periode. Veel doelwitten. Dus ja, het antwoord daarop is wat mij betreft ja. Ja, Sjoerd, hoe groot schat jij de kans dat het EK überhaupt doorgaat volgend jaar? Ja, ik verwacht wel dat het doorgaat. Kijk, de controle zal maximaal zijn. Het wordt een minder leuk EK dan we allemaal hadden gedacht. En dan heb ik het niet over Nederland zelf al. Het wordt gewoon heel vervelend, denk ik. En al is er geen dreiging en al is er controle over die dreiging. Want bijvoorbeeld WK 2010 was ook een grote terreurdreiging. Er werd vooraf ook gezegd dat de kans op een aanslag... Ik weet nog dat we dat letterlijk in de krant hadden... Dat ons op een aanslag 95% zou zijn. Het waren hele strenge controles en uiteindelijk ging het gelukkig goed. Maar de angst voor dreiging, die is al op zichzelf al heel erg. Want dat maakt zijn toernooi al, dat ontdoet het van alles wat naar voetbal gaat. En daar maak ik me al zorgen over. Ja, Jeroen, jij was dinsdag in Hannover. Heb je nou het gevoel dat je nu ook anders naar wedstrijden toe gaat, nadat je dat hebt meegemaakt? Nou, dat zal voor iedereen anders zijn. Ik ben zelf niet zo angstig aangelegd, maar je houdt denk ik zoals altijd je ogen en oren open. Wat mij overigens afgelopen dinsdag en maandag heel erg opviel, dus wat vooral de dag voor de wedstrijd was de beveiliging zo lek als een mandje, want wij gingen naar de training van het Nederlands elftal toe. En toen kon je gewoon doorlopen. Ik heb mijn tas is niet gecontroleerd, ik ben niet gefouilleerd. Er konden verschillende mensen gewoon naar binnen en naar buiten lopen. Dat was natuurlijk op de wedstrijddag heel anders. Ik ga zelf niet heel anders naar een wedstrijd toe. Sjoerd is ook wel bij EK's en WK's in het verleden al geweest. De beveiliging is er al behoorlijk groot. Er is al een grote ring om het stadion heen afgezet. Je moet al door beveiliging heen. Dat waren op de vorige toernooien vaak vrijwilligers die controleerden. Ik denk eerlijk gezegd dat nu politie zal worden. Of misschien wel militairen die in Frankrijk ingezet zullen worden. Om dat op die manier te gaan doen. Ja, je zal een beetje het gevoel hebben dat je een vliegtuig instapt in plaats van een voetbalstadion qua beveiliging. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat wel begrijp. Misschien geeft dat je ook wel een veilig gevoel als het op die manier gebeurt. Duidelijk. Laten we doorgaan naar de volgende stelling. En dan ga ik naar jou toe, Sjoerd. De verdubbeling van uitgoals moet worden afgeschaft in Europa. Wat vind je ervan? Nee, dat vind ik op zich niet. Maar ik vind dat de verdubbeling van uitgoals in de verlenging worden afgeschaft. Ik vind het namelijk oneerlijk dat... Kijk, als je twee ploegen hebt die tegen elkaar spelen... en die spelen ieder twee keer 90 minuten tegen elkaar... Dan heb je gelijke kansen gehad, hè, uit en thuis. Maar ik vind het eigenlijk oneerlijk dat in de verlenging de uitspelende ploeg, dat is een beetje afhankelijk van de stand, maar heel vaak enorm in het voordeel is. Als die in die 30 minuten extra één goal maken, is het bijna altijd al beslist. En andersom is het zo dat je eigenlijk de penalties ook al... Nou, dat is trouwens niet helemaal waar. Die heb je niet als voordeel als uitspelend toe. Maar het gaat erom dat je in dat half uur, ja. Dat je eigenlijk dat je een half uur extra hebt om de beslissende uitgoal te maken. Dat vind ik eigenlijk raar. Ik vind dat je in de verlenging gewoon op nul moet beginnen, als het ware. En dat dan gewoon de normale stand telt. Ja, hoe zie jij dat, Jeroen? Nou, ik zou eigenlijk de hele afschaffing van de regel wel eens willen zien. Puur omdat hij is ooit bedacht om de derde wedstrijd af te schaffen. Hè? Want dat heb je in het verleden in Europa. Ja. Toen hebben ze daarna gezegd, nee, de uitgoal laten we bestaan om attractief en aanvallend voetbal te stimuleren op vreemde bodem. Maar ik vraag me af, eerlijk gezegd, of dat ook nog steeds zo is. Want vaak zie je toch dat de ploegen proberen de nul te houden en het verschil klein. Als je 1-0 uitverliest, dan zie ik ze niet, ik zie ploegen niet als een gek aanval om een uitgoal te maken. Dus ik twijfel eerlijk gezegd of het voetbal zo ontzettend verandert op het moment als je ermee doorgaat of niet. Dus ik zou gewoon eens bij wijze van spreken een seizoen willen zien, schaf het af. Eens kijken wat er met die achtste en kwartfinales, halffinales van de Champions League gebeurt. Sjoerd heeft natuurlijk helemaal gelijk. Die uitgoal verdubbeling in de verlenging slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon oneerlijk zelfs.
Maar omdat het argument altijd is geweest, het stimuleert attractief voetbal. Ik vraag me dat af. Ik zou wel eens willen zien of het voetbal verandert op het moment dat je de regel afschaft. En wat denk jij, Sjoerd, als je die regel helemaal afschaft? Gaan we meer spektakel meemaken? Nou, ik twijfel daaraan. Ik denk dat het ook wel voor spanning zorgt juist. De regel zoals die nu is eigenlijk. Je hebt wedstrijden waarin de thuisploeg, je kunt uittekenen, op een 2-0 voorsprong komt. En dat daardoor die spanning heel erg in de lucht blijft hangen. Van een moment cruciaal. Ja, nou, ik denk dat je wel weet wat hij wilde zeggen, Jeroen. Een vervelende voorbeeld. Oh, daar is hij weer. Oh, sorry. Nee, je viel even weg in je verhaal. Dus als je het nog één keer kan doen, Sjoerd? Nee, ik kan me een trauma-opwekkende NAC VVV uit het seizoen 90-91 herinneren. Ja? Waarin NAC op een 2-0 voorsprong kwam, maar uiteindelijk werd genekt door een uitgoal door J.D.'s. Ik geloof een minuut of 6 voor tijd. Dat was natuurlijk verschrikkelijk. En ook zwaar onverdiend, dat had ik gezegd. Maar dat zorgde wel voor een enorme spanning. Dan staat de thuisploeg eigenlijk veel beter. 2-0 voor, denk je dat die wedstrijd al beslist is. Maar het gevaar van die allesbeslissende uitgoal, ja, dat vergroot wel in veel scenario's de spanning, denk ik. Goed, ik heb ook zo'n trauma. Maar die is iets. Tien jaar of tien geleden in Alkmaar scoorde er ook een ploeg uit Lissabon. In de laatste seconde. Ja. Een uitgoal waardoor ze de finale haalden. Maar sowieso, er moet iets aan die regel gebeuren om het voetbal leuker te maken. Nou, ik vind gewoon. Ik weet, eerlijk gezegd weet ik niet of het voetbal leuker wordt op het moment dat je die regel afschaft. Maar nogmaals, omdat het argument is dat het attractief voetbal zou stimuleren en het voetbal ook veranderd is door de loop der jaren, zou ik wel eens willen zien of die regel daadwerkelijk opgaat. Nou, dan kom je eigenlijk maar op één manier achter. Dat is door eens een keer te kijken wat er gebeurt op het moment dat je hem afschaft. Overigens zijn er volgens mij, maar Sjoerd is de kenner van het Engelse voetbal, in de lagere divisies en in de cuptoernooien in Engeland al wedstrijden waarbij die regel in de verlenging al niet meer opgaat. Kan ik me volgens mij uit mijn hoofd herinneren. Is dat zo, Sjoerd? Ja, dat klopt. In sommige toernooien doen ze dat niet meer. Maar de replays, zoals je die vroeger in Engeland had, hè, dat als het gelijk werd dat ze dan naar replays bleven spelen, die zijn wel vrijwel verdwenen. Dat was natuurlijk vroeger was dat super cult, dat je gewoon 10 wedstrijden achter elkaar had en dat pas de 11e werd beslist. Dat is helaas niet meer. Oké. Nou, laten we doorgaan naar de laatste stelling. En dan begin ik bij jou, Jeroen. Clubs moeten jeugdinternationals niet dubbel straffen. Ja, ik vind onzin. Straffen doe je op allerlei manieren. Hè. Ik bedoel, straf klinkt heel streng, maar ik vind niet dat op het moment een aanleiding is natuurlijk die jonge gasten die dat bij onder 19 hebben uitgesproken. Ik vind niet dat je als club dat over je heen kan laten gaan. Een straf van de KNVB of van de nationale ploeg, de jeugdploeg, is één. Maar die jongens die zijn in principe, als je het zo mag zeggen, zelfs op jonge leeftijd al in dienst van een club. Die dragen dan al de club uit. Straffen, dat kan je op verschillende manieren doen. Ik las vanmorgen in de krant dat Alex Pastoor, die jongen van Sparta, in ieder geval bij de hand neemt qua gesprek. Dat hij hem niet uit het elftal gaat zetten of weet ik het wat. Maar een goed gesprek kan ook wel een bepaalde vorm van straf zijn. Iemand waarschuwen is ook wel een straf. Maar je kan niet zomaar zeggen, daar bij Oranje onder 19 zijn ze eruit gezet. Dat is voor ons voldoende. Want je moet die jongens wel op hun verantwoordelijkheden wijzen. We moeten ook niet doen alsof het een ramp is als die gasten een keer een fout maken, want ze zijn allemaal jong. Ik bedoel, ze zijn allemaal jong geweest. En dan weet je dat je af en toe gekke dingen doet. Maar daar werd ik ook op aangesproken toen ik jong was. En dat geldt voor die jongens dubbel, want die hebben toch een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Ja, Sjoerd, voor mij schreef jouw krant over dat er vrouwen op de hotelkamers waren geweest bij de jeugdploeg. Ja, Mikos had daar een bericht over maandag. Ja. Vind je dat spelers daar ook dan bij hun club voor gestraft moeten worden? Zoals bijvoorbeeld Feyenoord en Benfica nu hebben gedaan? Ja, ik vind dat niet zo gek. Het gaat er inderdaad om van schaadt het de club indirect dit soort gedrag? En als daar sprake van is, en dat geloof ik dat het in dit geval wel zo is, dan moet je dat volgens mij wel doen. En hoe je die straf dan uitvoert is een andere discussie. Je hoeft wat mij betreft geen spelers te gaan schorsen voor zoiets. Nee. En die jongens zijn jong en die hadden een leuke avond waarschijnlijk. Maar je mag ze inderdaad best op hun verantwoordelijkheid wijzen. Daar is helemaal niks mis mee. En dit soort spelers moeten dit ook ontdekken.
die moeten ook snappen dat, wat het betekent om prof te zijn in 2015. En dat is ook weer anders dan 20, 30 jaar geleden met alle social media en al het gezeik eromheen. Ja, daar hoort gewoon een bepaald soort professionaliteit bij. En nou ja, prima. Ja. Jeroen, zou jij dan kiezen voor de oplossing van Pastoor, een goed gesprek met de desbetreffende speler? Of zoals Feyenoord nu doet, de jongen terugzetten naar onder 19? Ik denk dat ik zou gaan voor het goede gesprek en ik denk dat ik ook de ouders erbij zou betrekken. Ik weet niet of Alex dat gedaan heeft, maar die hebben denk ik toch ook een belangrijke taak, want het is ook gewoon, eigenlijk zijn het gewoon nog kinderen. Ja, als je op school in de fout gaat of als je waar dan ook domme dingen doet, dan is het handig om de ouders erbij te betrekken, om nogmaals op de verantwoordelijkheden te wijzen en die jongens op die manier proberen te raken, want dat is toch hetgeen je probeert. Of dat via straf moet of via een gesprek. Kan zelfs afhangen van de persoon. De ene is veel gevoeliger voor een schorsing. Bij de ander kan je denken, nou, die raak ik daar helemaal niet mee. Daar moet ik eens goed mee gaan praten met familie erbij. Dus ik vind het heel moeilijk om te bepalen wat de juiste strafmaat, als je het zo moet noemen, is. Ik denk dat je daar ook naar moet kijken met wat voor persoon je te maken hebt. Het zal wel een leuk gesprek worden met de ouders erbij om te zeggen, ja, je moet niet vrouwen mee naar je slaapkamer meenemen als je met de nationale ploeg op stap bent. Maar Sjoerd, jij ook meer voor de keuze van wat Alex Pastoor heeft gedaan dan wat bijvoorbeeld Feyenoord en Benfica hebben gedaan? Ja, het is heel. Ik zou ook zeggen, joh, ga eens gewoon met die gasten praten en doe er werkelijk iets aan. Goed. Begeleiding. En dat heeft volgens mij meer waarde dan een boete uitdelen, wel of niet. Ik zou ervoor zorgen dat dit soort jongens gewoon juist in de eerste fase van hun carrière gewoon goed begeleid worden. En goede begeleiding zit hem inderdaad in goede coaching, in praten met dat soort gasten. En dan snappen ze het hopelijk na een tijdje. En ik denk dat als ze gewoon hun verkering hadden meegenomen naar de Kamer, dat de impact iets minder groot was geweest trouwens. Maar dat terzijde. Ik woonde ooit in Alkmaar op een appartementencomplex. En daar kwamen twee jongens uit IJsland onder mij wonen. Die waren daardoor AZ neergezet. En het enige wat er iedere avond een verdieping hoger door mijn balkon heen kwam, dat was de geur van sigaretten en bier en muziek tot laat in de nacht. En toen heeft, meen ik, AZ ook besloten om die jongens, de vriendinnen van die jongens ook maar uit IJsland te halen. Ik geloof dat het IJsland was, kan ook een ander Scandinavisch land geweest zijn. En ze te verplaatsen naar Bergen, waar iets minder te doen is. Maar ik geloof dat het een succes geworden is uiteindelijk. Wat is het geworden, sorry? Geen succes, dacht ik. Geen succes, oké. Okay. Ik kan me nog een mooi verhaal herinneren van Ali Boussabon. Die kennen jullie natuurlijk nog. Die werd bij Groningen toen weggestuurd. En dat ging met name om gedragsdingetjes. Hij zou iets te vaak in het uitgaansleven hebben gehangen. En die ging toen naar NAC. En toen sprak ik hem kort daarna. Ik zeg, heb je eigenlijk al een woning in Breda? En hij zegt, ja, nee, ik heb een woning. Heeft de club al geregeld? Ik zeg, oh, waar zit je ergens? Ja, hij zegt, in het Ginneke, boven dat café. Alles hem boven het café gezet. Prima. Hartstikke goed. Ja, goede oplossing van NAC destijds. Mannen, dankjewel voor jullie deskundige antwoorden. En jullie bedankt voor het kijken. Volgende week donderdag om 5:00 is er een nieuwe voetbaltalk. Graag tot dan.